Yo, kijk van hier tegen met een nieuwe aflevering van Unlock Newbies Adventure. We gaan eens even kijken hoe ver we hier kunnen gaan komen. Terwijl ik echt gewoon elke instant verzuip. Dat is ook wel een hele prestatie. Moet ook die kant trouwens op. Hé, daar boven nog een stukje tape. Hebben. Is dat wel dat iets daar boven lag? Nee, ik wist niet precies waar. Hier ligt nog wat. Of had ik die al? Oh, die had ik trouwens al. Kijk, dit is gewoon echt goed verstopt. Nou, ga jij maar lekker een bommetje maken. En een sprinkel hier naartoe. Nu, hoe jullie dat als idee ervaren, weet ik op zich best wel goed. Of maak je denk ik nog niet, helemaal niet naartoe, dus dat zou maar kunnen. Oké, okay. Het gaat dus echt over het hele gedeelte eigenlijk. Niet echt alleen maar om dat kleine stukje. Oké, okay, dan gaan we even gaan kijken naar het eiland. Ik kan hier een switch omhalen. Voor iets heel vaags. Nog niet weet wat het eigenlijk is. Kijk, dit kan ik doen. En wat is dit eigenlijk? Oh, explosives. Boom. En een beetje vuur. Ik zie hier nog een rolletje plakband. Even zoeken. Wat gaan we allemaal nog vinden? Save point. Checkpoint, hoe je het precies wil noemen. Ik ga hier eerst even naar boven. Even kijken wat hier boven me zit. Go away. Alright. Dat vind ik niet goed. The engineers. What are you building? Is it a radio tower? Kan ik dus niet praten? Hé, hey, nog eens eentje gevonden. Nope, nothing. That's water. That's really wet. En achter die nog een vliegtuig. Achter nog wat meer licht. Zo'n idee dat er echt nog een plekje is waar iets zou kunnen liggen. Maar dat valt ook nog best wel mee. Waar vallen we? Stenen. Checkpoint. Wat hebben jullie? Daar rolt iets randoms van mijn bureau af. Oké, een random stukje gouden tape. Dank u. We gaan eens kijken wat hier achter is. In een ondervraagd pad. Nee, jullie gaan mij echt helemaal niks doen. Dat garandeer ik jullie. Golden tape. En we rollen nog steeds verder omhoog. Boom. Zien, dat hier boven nog eens iets zou kunnen liggen. Nooit echt met zekerheid te zeggen in deze game. Want het kan echt overal liggen. Thanks for that tape. Kijken. Als op een plek waar nog iets zou kunnen liggen. Ja, daar ligt dus niks.
Maar beneden liggen nog wat op die steentjes. Hier ligt nog wat. Ik kan rijden in die auto, in die truck. Thank you for the tape. The delivery in box training. Hey, moet ook nog gaan doen. Dus beginners beats en al dat soort dingetjes gaan doen. We moeten zo te zien dus een auto race gaan doen. En dan gaan we dan. We beginnen met beginners beach. Good choice, newbie. Oké, dan gaan we dan. F, ready. Oh, ik moet echt zelf. Ik dacht met de auto. Die kant op. Gaan we daar even naartoe. Daar dan naartoe. Dan gaan we de tape erbij. Loop lap 2. En dan zit op lap 1. Oké, we moeten nog steeds verder rollen zo te zien. Ik wil het heel graag hebben. Dank u. Finish. Oh god. Het mag sneller worden. Dat is wel handig. Het wat sneller worden. Want dit kan nog eens heel krap gaan worden. Maar echt, als je goed springt, ben je echt zoveel sneller in deze game. Physics van een box. 38 seconden. Oh, dit kan ik al bijna niet meer verpesten. Dat is één ding wat zeker is. Als ik wel weten, verpest ik echt heel goed mijn best. Zoals daar al bijna. 20 seconden over. Guinness Beach Challenge completed. Oké, meteen de volgende erachteraan dan. Oké, don't forget. Let's try. Gaan zien wat er gaat gebeuren. Ik denk dat we deze gaan falen. Of ligt eraan hoeveel tijd we hebben. 2 minuten, 3 laps. Dat is krap. Oh, ik moet natuurlijk wel goed blijven springen. Kijk, dit zijn de juiste perfectly jumps. Oh, daar moesten we naartoe. Toch goed gedaan. 30 seconden, dus we kunnen ergens iets verprutsen. Het is niet echt... perfectly timed. Beest. Kijk wat een snelheid we hebben. Deze is een doos met avontuur. Oh, dat was een bord. Oké, nog 1 ronde. 1 minuut. Ik kan het al bijna niet meer verpesten. Maar ik krijg alles nog wel verpest. We gaan het zien. Hoe had ik het gaan verpesten? Oké, jump, jump, jump. Checkpointje. Oh nee, boxspring. Hoppa. Completed. Tijd voor de volgende. Next. Next. Reef relay. Dit moet de moeilijkste zijn, dus... Dus hij heeft 2 minutes. Alleen hoeveel laps? That's the question. Oh, 1 lap.
Okay. Wow, that's a great jump. Dat kan zelfs mijn verliespunt zijn. Huh, wat was dat net voor icoontje? Ze proberen iets volgens mij. Oh, ik ben een checkpoint vergeten. Oh god. No. Ik dacht van, hé, waarom werkt dit nou niet? Ik ben dood. Oh, je respawnt gewoon. Als ik dat al had geweten. Ik misschien nog best wel verloren hebben. Puur dat hele slechte geklungel van mij. Deze plek ken ik. Hier zijn we de vorige episode ook geweest. Hop, door springen maar. Voor die second remaining. Dag 20. Hier zijn nog helemaal niet geweest op dit eiland. Dat was een keer gouden tape er weer bij. Kan nog best wel eens heel krap worden. Checkpoint. Ik moet echt heel zo rond. Ik heb echt te lang een keer tijd lopen verkloten. Dat ik niet wist wat ik precies moest doen. Dus, let's do it! I wanna be the master. I am the very best. Zoals Ed Ketchum zou zeggen. Oké, we gaan hier naartoe. En dan weer daar naartoe. Hier niet vast komen te hangen. Ook dan net zeggen, haak ik hem dan weer niet. Ik wil ook wel kijken, wat zijn dit van de rare dingen? Maar ze hebben het gewoon om je te, af te leiden ofzo. Om jezelf wat slomer te maken. Hop, even zo. Springen gewoon door. Nu in ieder geval een heel stuk sneller. Op zich best wel een heel mooi voordeel. Hop, jump, jump, jump. Jump. Heb ik die? Ja. Die is ook, gedaan. Het is gewoon belangrijk om die snelheid erin te houden. Hier heb ik voor nog maar een paar seconden of zo. Het scheelde echt best wel heel veel. Dat ik nu een heel stuk minder aan het klungelen ben. Oké, jump door. Box. Doorjumpen. Ik zie de finish. No. Nou, je gaat het nu niet verkloot, Ido. Hell no. Challenge completed. Nice. Ja, better than a hedgehog. Serious Sonic reference. Even better, you get this stamp. Use it well, newbie. Thank you. En weer een stem erbij. I'm now halfway there. Alrighty then. Ik heb de game hier zelfs kan collecten, checkpoint en kan saven. En dan ga ik hier bij deze aflevering afsluiten. Laat in ieder geval even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.